mensen, welkom bij een nieuwe video met niemand minder dan Kleine Ruben! Welkom. Ja. Ja. Ruben, jij hebt wel eens meegedaan in video's, hè? Ja. Regelmatig. Weet je nog welke dat waren? Mario Kart. Mario Kart. Oh, daar is de finish! Ruben, dit is spannend! En dat ik jou moet schoppen. Ja, dat deed heel veel pijn. Auw! Auw! Ik moet niet verklappen tegen mensen dat ik schermschermers aan had, hè? Ja. Oké, goed zo. Goed, we zitten hier nu en we gaan een challenge doen. En dat is de challenge jong versus oud, toch? Ja. Ja, ik was even aan het twijfelen over de titel. Nou, en jullie zien het natuurlijk al meteen. Ik ben jong en Ruben is heel oud. Dus jij hebt een beetje de oude dingen en ik heb... Nee, dat is andersom, toch? Wat heb je trouwens gedaan met je hoofd? Iemand van Ruben heeft mij geduwd. Ben je geduwd? Ja. En ben je op je hoofd gevallen? Ja. Jeetje, je moet jezelf wel opvangen, hè, als je valt. Ja. Dus ga je dat vanaf nu doen? Ja. Oké. Zullen we het even proberen? Nee, grapje. Jij wil zelf YouTuber worden, toch? Ja. Ja? Ja. Wat voor YouTube-video's wil je maken dan? Gamen. Je wil game-video's maken? Ja. Oké. Nou, we gaan vandaag misschien ook iets met gamen doen, maar daar komen we later op terug. Want de Jong versus Oud Challenge, wat houdt dat nou in? Nou, we hebben verschillende rondes. Dan ga ik laten zien wat ik leuk vond toen ik jong was. En Ruben gaat laten zien wat hij leuk vindt nu. Want zoals je ziet... Hij is nog heel jong en klein. We gaan dan vergelijken van oké, wat heb jij, wat had ik en wat is nou uiteindelijk het leukste? Dus je mag niet altijd zeggen dat je eigen ding het leukste is. Dus misschien verbaas ik jou wel met mijn oude spullen die ik heb. Laat je de tafel wel even heel? Ja. Oké. We gaan beginnen met ronde 1. Ronde 1, speelgoed. Hou je een beetje van spelen met speelgoed? Ja. Als het goed is, heb jij speelgoed meegenomen. Wat is jouw lievelingsspeelgoed? Veel. Pak maar eens. Oh, wat is dat? Geestenvlucht. Geestenvlucht? Nou, pak maar uit. Dan pak ik ook mijn lievelingsspeelgoed erbij. Ken je dit? Nee. Ik moet eigenlijk wel een beetje toegeven, dit was niet mijn lievelingsspeelgoed. Dit vond ik vooral heel erg eng. Weet je hoe dit heet? Nee. Dat weet ik eigenlijk ook niet meer. Volgens mij Furby. Als het goed is, kun je... Ja, dat ga ik daar wel laten zien. Maar we pakken wel eerst ook even jouw ding uit. Wow! Daarom, gooi dit even zo. Spray. Dit is een soort Stef stuntpiloot. Ja, dan vliegt dat ding zo omhoog. Maar dat wil ik wel proberen. Oké, dit ziet er leuk uit. Dan moet je dit rustig doen. Oké, en waar moet dit? Dat moet je aan de zijkant. Oké. Als je verliest, dan moet je atten ofzo, toch? Wat is dat? Weet ik niet. Ik ook niet. We hoeven niet allemaal in, hè? Hoezo niet? We zijn wat twee hier mee doen. Ja, we kunnen hun toch mee laten doen? Oké. Heel enthousiast. Word jij gesponsord door dit spel of zo? Krijg je betaald om dit te promoten? Nee. Oké. Dus je bent geen kinderinfluencer. Ik heb het gekregen. Oké. Sinterklaas. Goed geregeld. Ik denk dat het zo moet, hè? Maar dit is dus echt een spelletje. Ja. En wat is de bedoeling? Je moet hem schieten en dan moet hij erin komen. En dan moet hij wachten tot hij omhoog vliegt. Die vliegt omhoog? Ja. Met dat ding erin? Ja. Oké. Okay. Ik kan even... ook neerstorten. Maar moet je hem dan vangen of wat is de bedoeling? Ja, je moet hem vangen. Oké. Dus je hebt hier geestjes. Je moet hem wel aan de onderkant vast, want die gaat helemaal heel snel rond. Dit ding? Ja. Snijdt dat je vingers eraf? Nee. Oh. Maar dat doet wel heel veel pijn. Ja. Dit geestje moet je daar inschieten. Ja. Zo. Ja. En dan moet hij er niet overheen gaan. Oké. Ja. Tim, wil jij meedoen? Ik wil zeker meedoen. Ja, dat dacht ik al. Maar je kan ook iemand wegschieten. Oké. Ja, zo. Oh, je begint al. Oké, go. Moet. Oh, ik zit al. Oh, nee. Hé, hey, joh. Nee, joh. Wow. En nu? Tim zat er nou in. Ja. Dus dan mag hij één geest inleveren. Ja. Oké, en je moet dan... Je moet al je geestjes opmaken. Ja. En wie moet er nou atten dan? Hé, hey, joh. Hé. Hey. Joh. Ja, let's go. Woehoe. 3, 2, 1. Oh, jee. Nee! Ja, ik lig erop! Oh, nee, nu weer! Jo! Waarom vliegt hij elke keer mijn kant op? Ik vind het een leuk spel. Dit is dus een Furby. Ja. En dat is dus een soort van huisdier die je dan had. Waar je dan mee kon chillen ofzo. Maar ik vond hem dus vooral heel erg eng. Let op, hij bijt dadelijk, hè? Nee. Oh. Oké. Dat was dus Furby. Maar we moeten nou gaan bepalen, wat is nou het leukste speelgoed? Die van nu of die van vroeger? Van nu. Nou, daar ben ik het denk ik wel mee eens. Ik vind dit wel echt heel cool. En dat ding is echt eng. Dan is het tijd voor ronde 2. Ja, daar zijn we bij de tweede ronde. En de tweede ronde is het voorwerp. We pakken het er even bij.
Dit zijn dus onze favoriete voorwerpen. Wat heb jij? Ja, wacht even. Dit werkt voor je mee. Ja. Sorry, wat heb je? Een spelletje. Dan moet je proberen om niet in de gaten te vallen. Is het niet de bedoeling dat je hem niet op de kop houdt? Jawel. Want dit is toch vals spelen? Ja, weet ik. Oh ja, je moet hem dan daarin krijgen. Ja. Oh, dat heb je dus altijd bij de tandarts? Ja. 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 En ik speelde nooit vals. Tuurlijk wel. Doe je dit dan ook altijd als je aan het poepen bent of zo? Nee, dan zit ik op de switch. Dat moet je niet doen, want dan wordt hij vies. Dan ben je aan het poepen en dan ga je op de switch zitten. Nee, niet op de switch zitten. Kijken. Je kijkt op de switch? Ja. Terwijl je aan het poepen bent? Ja. Maar weet je wat dit is? Nee. Nee? Nee. Wat denk je? Een kist. Dat klopt! Maar niet zomaar een kist. Kijk. Verkleedkist. Een verkleedkist. Met allemaal spullen erin. Vroeger vond ik het helemaal fantastisch om een verkleedkist ergens vandaan te halen. Dat is een rare bril. Zullen we onszelf eens even verkleden? Ja. Ik heb hier ook nog een bril voor je als je wil. Het ziet er wel echt heel cool uit. Wil je een prinsessenjurk aan? Nee. Oh. Wil jij een Hawaii ketting om? Ja. Let op. Ik word Bat Dog. Een hot dog die Batman is. Nou, ik stel voor dat we gewoon vanaf nu de video zo voortzetten, Ruben. Hou het lekker op. Ik ga de verkleedkist even wegzetten, want dat ding is echt gigantisch. Weet je zeker dat je geen prinsessenjurk aan hebt? Nee. Maar, oh, wacht, Ruben, we zijn er nog niet. We moeten nog even bepalen. Wat is nou het leukste voorwerp? De doolhof of de verkleedkist? Verkleedkist. Ja, toch? Door naar ronde 3! Ronde nummer 3. Maar zo kan ik geen belletjes blazen. Wat voor belletjes? Met bubblegum. Is bubblegum jouw snoep? Ja. Oh, die ken ik wel. Dan pak ik ook even mijn snoep. Oké, dan mag je je bril afzetten voor deze. Dan doe ik mijn masker ook af. Jouw favoriete snoep is? Bubblegum. Dat vond ik altijd heel erg smerig. Het is zo groot. Die kauwgombal is zo groot in je mond. Ja. Ik heb, ken je dit? Ja. Hoe heet het dan? Kauterij. Ja. Dat is nog steeds gewoon hip. Hey, vind je dit lekker? Ja. Ik eet ze altijd zo. Eén voor één. Ik doe ze altijd aftrekken. En dan die bruine eet ik dan altijd dus eerst. Waarom? Smaken die anders? Ja. Echt? Oh ja, die bruine smaken naar poep. Ja. Ja, lekker. Nou, je mag ze eten hoor. Ja. Ja. Jeetje! Wat doe jij nou? Je stopt de hele ding in je mond, joh. Wil je nog meer? Je papa en mama zijn er nu toch niet, dus je kan alle snoep eten die je wil. Oh nee, wacht, oma is er. Niks aan de hand. En is het lekker? Maar ik doe mijn hotdog weer even op. Ik wacht wel even totdat je klaar bent. Nou, dat heb je nog snel gedaan. De bubblegum. Zullen we die eens even proberen? Ja. Oké, dan is het doel wie de grootste bel blaast, die krijgt 5 miljoen euro. Heb je 5 miljoen euro? Nee. Ik ook niet. Misschien moeten we dat maar niet doen dan. Dan doen we gewoon een euro. Een euro. Oké, wie de grootste bel blaast, die krijgt een euro van de ander. In het begin moet ik even kouwen, want dat zijn harde dingen. Doe jij er ook wel eens twee tegelijk? Nee. Ik wilde dat vroeger wel eens proberen, maar vond ik nog smeriger. Ik heb het gevoel dat mijn tanden er nu al uitvallen. Nou, ik moet wel zeggen dat ik het toch stiekem wel een beetje lekker vind. Mm. Ik ben altijd bang dat ik op mijn eigen tong bijt. Heb je dat wel eens gedaan? Ja. Ja? Oké, want dit is net een tong. Kijk maar. Oh! Oh! Die was kei groot, man! Ik denk dat die van Ruben groter was, of niet? Dat klopt. Stuur je even tikkie? Nee. Oh, je wil de cash show hebben hier. Ja. Moet ik je even houden? Oké. Vertel jij dan even wat aan de kijkers? Nee. Waarom niet? Nee. Waarom niet? Anders blaas nog een hele grote bel terwijl ik weg ben. Nee. Jawel. Als je wandelende hotdog ziet, dan ben ik er. Wat een bel blazen, hè? Nee. One eternity later. Hoe groot is de bel? Zo. Huh? Echt? Nee. Kijk eens. Alsjeblieft. Wat is dit? Er staan twee sterretjes op. Dat is een euro. Dat meen ik. Dat is gewoon een euro. Nee, dat is een stofzuigerment. Kom.
Ik wil nog één keer een bel dagen, trouwens. Is die rood? It was at this moment that he knew. He f***ed up. Wat was het beste snoep? Is het een zouterij? Of een bubblegum? Ja, ik vind het een twijfelgevalletje, want ik vind dit heel lekker. Weet je waarom? Dit kun je eten en doorslikken en dit niet. Want dan krijg je een kauwgomballenboom in je buik. Dus ik stem toch wel voor deze nog. Dat betekent dat het anderhalf staat, zeg maar. Of 2-2, net wie je wil. 2-2. 2-2, oké. Het is 2-2. Dan gaan we door naar de laatste ronde. Wat is jouw favoriete game, Ruben? Pak het er maar bij. Je hebt de Switch mee. Ja. En welke game kies je? Deze. Mario Odyssey. Oh ja, dat is een leuk spelletje, ja. Oké. Jij hebt de Switch met Mario Odyssey. Maar nu is de vraag, wat heb ik? Ik heb dat thuis ook. Maar echt? Ik weet niet hoe dat heet. Heb jij dit thuis ook? Ja. Bestaat dit nog? Ja. Ik dacht dat ik oud was. Weet je hoe dit heet? Een Tamagotchi. Maar heb jij dan ook gewoon dat je een diertje hebt die je dan moet verzorgen? Ja. Echt? Ja. Ja, dat vond ik vroeger echt helemaal fantastisch. Iedere dag zat ik dat beestje dan te voeren en zo. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe het werkt. Maar dit is ook een andere dier. Dan pak jij die en dan pak ik deze wel. Nee. Waarom niet? Nee. Waarom niet? Nee. We kunnen hem ook gewoon ruilen. Dat jij die mee naar huis neemt en neem ik deze gewoon mee naar huis. Nee. Ja, maar kom op. Nee. Maar jij speelt dus Mario Odyssey. Ja. Als jij die even doet, dan doe ik deze wel. Oeh, je hebt een kroon. Wat is dit, joh? Kan ik iets met die paddenstoel? Kan je ook spinnen. Jeetje. Hoppa. Wow. Nice. Ik vind het leuk. En wat vind je van mijn Tamagotchi? Ook leuk. Zo leuk dat je er al de hele tijd mee hebt zitten spelen. Ja, ik speel er eigenlijk niet meer mee. Nee, dat merken we. Het moment van de waarheid, Ruben, want het staat 2-2. Wat is nou de leukste game om te spelen? Is dat Mario op de Switch of is dat met een Tamagotchi? Mario. Ja? Nou, ik moet zeggen dat ik het ook wel heel erg leuk vind. Ik geef jou het voordeel van de twijfel. Jij hebt de Jong versus Oud Challenge in je pocket. Jij hebt gewoon de leukste dingen. Jee. Bedankt voor het kijken, doei. Krijg je nog doei? Zo, ik nam deze dan mee, hè? Nee! Ja, dan zie ik jou wel de volgende keer, Ruben. Nee!